2019 is bezig om teen een geweldige tempo onder ons uit te loop. Dit is een jaar waarna ons sal terugkyk met groot dankbaarheid en soms ook met groot teleurstelling en laagtepunte wat gedurende die jaar plaasgevind het. As ons na 2019 se blinkkant kyk, dan is het waarskynlik een jaar wat vir ons nieuwe geleenthede gegee het, een jaar wat vir VKB billike financiële resultate gelever het, en ook een jaar waarin ons met nieuwe plannen na vore gekom het, wat ons in die komende jaar na moet kyk. As ons kyk na laagtepunte, is dit vir ons wat in landbou staan, waarschijnlijk een van die jare wat ons sal onthou vir die knellende droogte wat so groot deel van ons land beet gehad het. En een mens denk werkelijk waar in sympathie aan die mense wat in die landbou staan en wat later nie meer raad gehad het om hulle diere te voed nie. En ons hoop dat die komende jaar ook vir hulle uitkomst sal gee. Maar as een mens terugkyk na een jaar wat voorbij is, dan denk ek is die grootste rede waarom we ons moet kyk, is om met dankbaarheid terug te kyk na die afgelopen jaar. En die dankbaarheid kan dankbaarheid wees uit een persoonlijke oogpunt, vir elkeen van ons wat goede gezondheid geniet het, wat meer kan een mens eindelijk in die leven vraag. Vir die van ons wat daarmee saam ook nog ekonomische onafhankelijkheid of bloot net een werk het, ik denk dit plaas ons in een klein categorie van die wereldse bevolking en het ons soveel meer rede om dankbaar te wees. Maar ek denk as een mens denk uit dankbaarheid, dan denk ek die grootste ding waaraan ons moet denk, is die feit dat ons die levende God dien. Een God so groot, dat ons elke dag met ons probleme en ons behoeftes na hom toe kan gaan en kan weet dat hy luister na ons versigtinge. Een God so groot, en so onbaatsigtig, dat hy bereid was om sy enigste gebore seun na hierdie wereld toe te stuur, om namens ons aan die kruis te sterwe, sodat elkeen van ons die geleentheid het om die ewige lewe te beerwe. En daarom denk ek, moet ons hierdie feestseisoen wat ons nou ingaan met de focus op een Christusfeest, eerder as op een Kersfeest. Mag die geboorte van Christus die focus van hierdie feestgety wees, eerder as persente en uitbundige feestvieringe en alles wat daarmee gepaard gaan. En mag elkeen van ons elke dag net in dankbaarheid lewe, om ons dank te betuig teenoor hom wat sy lewe vir ons gegee. As ons na 2020 kyk, dan is het ook my wens dat elkeen van ons met groot ywer en lus vir die 2020 jaar sal terugkom, om die nieuwe uitdagings wat hierdie nieuwe jaar vir ons bied, met groot enthousiasme te kan aanpak. Mag elkeen van ons wat op reis gaan, veilig reis en kom voorspoedig weer thuis.